Goedemorgen allemaal. Dankjewel Jan, ook voor de uitnodiging van vanochtend. Even, ik ben benieuwd, wie van jullie is nou voor de eerste of tweede keer sinds corona weer in een dienst vanochtend? Aardig wat van ons zo. Ik was hier vorige week, toen sprak André Vos. En ik moest zeggen, het ontroerde mij wel om zo weer in een samenkomst te zijn. Je voelt de corona zeg maar aanwezig vanwege die afstand en het niet samen zingen. En toch daardoor in die bedreiging van het leven en wat er allemaal om ons heen gebeurt, wat soms zo groot kan voelen, voelde ik de verbondenheid. Ik dacht, het eeuwige leven is Jezus Christus kennen. En daar kan geen virus tegen op. En in die samenkomst, in die naam weer samenkomen, vond ik mooi om weer bij te zijn. Het is fijn dat u er bent, ook als het voor de eerste of tweede keer is sinds corona. We gaan lezen uit Romeinen 7, tot en met hoofdstuk 8 vers 4. Best een hele lap tekst, dus ik hoop dat we met aandacht en concentratie kunnen lezen. Dan probeer ik het ook rustig voor te lezen. Het wordt op het scherm ook geprojecteerd. En hier vervolgt Paulus zijn brief en dan begint hij met een vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Dus de wet maakt zonde levend. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, dan val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere.
Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, Paulus, een lang stuk zo. En weet je, het nadeel van spreken vind ik wel eens dat ik denk, ik zou eigenlijk met Romeinen 1 willen beginnen en dan helemaal de hele brief doorlezen en dan pas spreken. En de tijd ontbreekt daar. Dus dan vallen we zo opeens nu in Romeinen 7, vers 7, met die vraag waar hij zijn dit gedeelte mee opent. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? En de hele opbouw daarvoor, hoofdstuk 1 tot en met 6 en het begin van hoofdstuk 7, hebben wij niet gelezen. We vallen daar zo in één keer in. En dit gedeelte begint met die twee vragen. Wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? En Paulus geeft daar ook meteen antwoord op. Hij geeft antwoord op die vragen die hij zelf stelt. Nou, dat is iets, als je de Romeinenbrief leest, wat je steeds door die brief heen terug ziet komen. Paulus stelt een vraag en geeft een antwoord. En de vraag die jij hier stelt, is de wet zonde als we door de wet de zonde leren kennen? Is de wet eigenlijk zondig, want door de wet leren we zonde kennen? Dat is de vraag die hij dan stelt. En die vragen die Paulus dan steeds stelt, als hij deze brief schrijft, dat zijn als het ware ook de vragen die de hoorders van deze brief in Rome zouden kunnen stellen. Als ze Paulus dan zo horen schrijven en voorgelezen horen worden over wat hij onderbouwt in zijn brief. Oh, maar als de wet dan tot zonde leidt, is die wet dan eigenlijk zondig? En zo bouwt hij zijn brief op. Het is bijna een soort essay. Een betoog. Nou, om dit gedeelte beter te begrijpen, wil ik even met jullie in vogelvlucht die voorgaande hoofdstukken doornemen. Tot waar heeft Paulus deze brief nou geschreven en wat heeft hij tot nu toe in die brief verteld? Het begin van deze Romeinenbrief is dat Paulus zegt en schrijft dat het evangelie een kracht van God is tot een ieder voor behoud. Zo begint hij Romeinen 1. Ik schaam mij het evangelie van God niet, want het is een kracht van God. Voor een ieder tot behoud. En dat schrijft hij aan zowel de Grieken als de Joden. Beiden worden door het evangelie van Jezus Christus als een kracht behouden tot leven. Zowel de Grieken, die leefden zonder de wet van Mozes, die leefden de heidense levensstijl, als de Joden, en die hadden de wet van Mozes van God zelf ontvangen als richtlijn hoe te leven, als de wet van God, als zijn wil. Maar beide groepen hebben het evangelie van God nodig. Want in hoofdstuk 1 tot 3 beschuldigt hij beide groepen, zowel de Grieken als de Joden, dat ze allebei onder de zonde zijn. De heidenen zonder die wet van God en de Joden met die wet van God. Maar beide hebben gezondigd. Beide groepen derven de heerlijkheid van God. Nemen geen deel meer uit van wie God werkelijk is. En er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die goed doet. Hij beschuldigt allebei de groepen dat ze zondig zijn en dat er geen redding mogelijk is buiten het evangelie van Jezus Christus. Hoofdstuk 1 tot 3.
En waarvan moesten de beide groepen behouden worden? Dat was van de zonde. En de zonde zou je kunnen vertalen als dat het doel waarvoor God de mens gemaakt heeft niet behaald werd. Onbruikbaar voor dat doel. Het leven voor de heerlijkheid en in zijn heerlijkheid, voor zijn glorie en eer van zijn naam, daarvoor was de mens onnuttig geworden. Het leven was zinloos geworden, afgeweken van het doel, zondig. Je zou kunnen zeggen een soort afval. Het woordje hel in de Bijbel is ook de plek waar het afval naartoe ging. Gehenna, het dal van Hinnom, de vuilnisberg. Dus je wordt in de hel geworpen, zoals je vuilnis weggooit op de vuilnisberg. Onbruikbaar. Het heeft het nut niet gehaald. Het heeft het doel niet gehaald waarvoor dat gemaakt is. Dus werp je het weg. En iedereen, zegt Paulus, is onnuttig geworden. En alleen door geloof in de Heere Jezus Christus is er redding mogelijk. Is er een herbestemming. Is dat vuilnis, dat afval, kan hergebruikt worden. God wil dat als het ware recyclen. Hij wil niet dat het verloren gaat, maar hij wil dat het behouden blijft, behouden wordt. En dat is het evangelie als een kracht van God. En dat tweede leven van het afval van de mens die zo afgedwaald was van het doel van God, dat herbruikt worden, dat was niet doordat het afval zelf probeerde beter te worden. Het vlees, het zondige vlees, dat we probeerden een beter mens te worden. Door de wet van God te volgen en daarmee zichzelf op te poetsen en te kijken, zeggen tegen God, kijk eens hoe goed ik nu ben. Onmogelijk. Sterker nog, het is alleen maar door geloven in Jezus Christus. Het is alleen maar door het vertrouwen te stellen dat hij het volmaakte offer is, dat hij gestorven is en opgestaan uit de dood. En daarmee is het belangrijkste punt wat Paulus in dat begin van de brief schrijft, de rechtvaardige zal uit geloof leven. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat geloof in Jezus Christus, dat is wat Paulus in zijn Romeinenbrief probeert uit te leggen. Hoe dat zit, hoe dat werkt, wat dat is. En in die reis die hij zo maakt om uit te leggen wat geloof in Jezus Christus betekent, stuit hij als het ware op de wet. De wet van Mozes. Want via die wet van Mozes dachten de Joden rechtvaardig te kunnen worden voor God. Want wie de wet zal doen, die zal daardoor rechtvaardig zijn. Dus de Joden dachten dat door wat zij zelf zouden kunnen doen om die wet te volbrengen, dat zij rechtvaardig zouden worden voor God. En dan is de vraag van Paulus. Paulus, hoe zit dat? Wat betekent die wet? Want die wet waren Gods woorden zelf. Dat was de manier waarop mensen ook dachten. En de Joden dachten God welgevallig te kunnen zijn. Dus hoe zit dat? Hoe is die verhouding tussen wet en geloof? Als de wet een manier was om rechtvaardig te worden en het evangelie predikt dat alleen door geloof in Jezus Christus rechtvaardigmaking mogelijk is. En dat legt Paulus dan zo verderop in deze brief uit. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden, de wet en geloof. En hij legt dat ook uit in die brief aan de Romeinen aan de heidenen. Degene die niet getracht hadden via de wet rechtvaardigheid te bereiken. En toch legt hij dat aan hen uit. En daarmee is het ook relevant voor ons, om dat te begrijpen, van wat heeft dat nou met elkaar te maken? Wat is het nut en het doel dan van de wet, als het ons niet rechtvaardigheid brengt? Want dat was door geloof in Jezus Christus. Waartoe dient dan de wet? Die vraag zie je terugkomen in hoofdstuk 4, hoofdstuk 6 en hier in hoofdstuk 7. En hij schrijft dat het enige doel is van de wet van Mozes dat de overtredingen doen toenemen. Dat de zonde nog zondiger wordt.
dat nog duidelijker wordt hoezeer wij zijn afgedwaald van wie God werkelijk is. En dat het doel van de wet is om te laten zien dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één. En dat buiten die wet om gerechtigheid is gekomen. Het kernpunt wat Paulus daar maakt, is dat die twee onverenigbaar zijn. Je kan niet proberen via de wet rechtvaardigheid te bereiken en via het geloof. Het is het een of het ander. En waarom kan dat nou niet? Waarom zijn die twee niet te combineren? Dat heeft te maken met wat de wet doet. De wet zegt namelijk, als je dat doet, als je al die geboden en regels houdt, dan ben je daardoor rechtvaardig. Bij geloof zeg je niet wat ik doe of heb gedaan maakt mij rechtvaardig, maar wat Christus heeft gedaan. Dus het eerste is, als je door de wet gerechtigheid probeert na te jagen, dan steun je op jezelf, op je eigen vlees. Geloof in Jezus Christus, die steunt op zijn vlees. Gestorven aan het kruis en opgestaan. Daarmee is de wet dus niet een soort richtlijn of principe waaraan je de wil van God kan leren kennen en wat je dan kan proberen na te streven om het proberen zo goed mogelijk te doen. Want dat was niet het doel van de wet. Het doel van de wet was dat die overtredingen zouden toenemen en ontzettend duidelijk zouden worden. Want als jij de wet zo zou toepassen om dat dan te gebruiken als een soort richtlijn en zo goed mogelijk te volbrengen, zou jij zelf nog weer iets toevoegen aan je behoud? Zou jij zelf nog weer prestaties leveren om een beter mens te worden? Zou jij zelf nog weer inspanningen leveren in plaats van het geloof volledig vertrouwd op de inspanning van de Heer Jezus? En dat is wat Paulus in zijn brief schrijft. Hij zegt, ik zal in niets anders roemen dan in Jezus Christus. Dat is, roemen is zo trots zijn op je prestaties. Ik ben trots op een prestatie. En dan zegt hij, niets anders dan Jezus Christus zal ik roemen. Niet in mijzelf. Dat heeft Paulus duidelijk begrepen. Nou, zo is even die brief van hoofdstuk 1 tot en met 6. Een mooi moment voor mij voor een slokje water. Want dan gaan we dus terug naar Romeinen 7, vers 7. Daar zijn we dan aangekomen. De wet heeft ons laten zien dat we zondig zijn. De wet prikkelt de zonde, wakkert dat aan. En dan is die vraag die Paulus stelt, als de wet dan zonde laat zien, is die wet dan eigenlijk slecht? Want het brengt iets slechts teweeg. Dat is de vraag die hij stelt. En het antwoord van Paulus is nee, absoluut niet. Volstrekt niet. Want juist door die wet heb ik geleerd wat zonde is. En dan gaat hij door om uit te leggen dat als hij geleerd heeft wat zonde is, dat hij daardoorheen zijn eigen zondige natuur heeft leren kennen. Hij heeft daardoor geleerd dat wat zonde is en dat gebod van God, dat wekte bij hem juist de overtuiging van zonde op. En dat is wat hij in hoofdstuk 7 probeert te vertellen. Hoe dat werkt met een zondige natuur, met een vleeselijke begeerte, met een eigen ik. En dan noemt hij dat als persoonlijk voorbeeld in hoofdstuk 7, dat gebod van God, gij zult niet begeren. En dan vertelt hij dus, de wet vertelt mij, dat gebod van God vertelt mij dat begeerte zonde is. Dan is niet het probleem de wet, maar mijn begeerte. En de wet maakt dat duidelijk. Dus het probleem is niet de wet, het probleem is mijn begeerte. Daar zit de zonde. En de wet laat dat alleen maar heel duidelijk zien. Dat is zijn betoog wat hij hier maakt. Het laat zien hoe zondig zijn natuur is. Dan zou je kunnen zeggen, met of zonder wet, was er zonder wet, was hij dan geen zonde. Dat lijkt bijna dat je dat leest.
Als er dan geen wet is, is er dan geen zonde. Dan moet je even terug naar het begin van de brief, waarin Paulus spreekt over de overtreding in Adam. Dus er is hoe dan ook een overtreding en de zonde heeft geregeerd, leidt tot de dood in Adam. En elk mens in Adam heeft daarmee die zondige natuur die geneigd is tot overtreden. Niemand die goed doet. En als je aan die zondige natuur nog eens een wet van God toevoegt, het goede, de heilige geestelijke wet, wat blijkt er dan? Dan blijkt dat die zondige mens hartstikke vleeselijk is, ver afgedwaald van God. Niet in staat is om dat zondige natuur tot leven te wekken, maar hartstikke dood is. Dat is de bedoeling hier van de wet. En daarmee is de wet niet het probleem. Nee, de zonde. De menselijke natuur. Dat schrijft hij dus in vers 9 dan. Laat dat zo zien, denk ik. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Toen het gebod kwam, is de zonde. Ik zal nog een keer lezen. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. Dus hij bedoelt hier uit te leggen. Ik leefde zonder wet. Je zou kunnen denken als kind of in het algemeen. Het is een algemeen beeld van bijvoorbeeld de mensheid tot en met Mozes. Toen kwam het gebod en toen werd die zonde levend. Dus die wet die maakte die zonde als het ware levend en zichtbaar. Van, ik kan niet die wet vervullen. Ik ben niet in staat dat te doen. En daarmee werd die zonde werd zichtbaar, werd krachtig, werd levend. Door het contrast wat de wet daarin aanbracht. Dus de wet maakt niet levend, maar dood. En de wet kan niemand tot leven brengen. Het is enkel de bedoeling om te laten zien dat je zondig bent. En vandaar dat hij ook schrijft, vers 14. Want wij weten. Wat weten wij? Dat de wet geestelijk is, maar de mens niet. De mens is vleeselijk en verkocht onder de zonde. Hoe is door het gebod de zonde uitermate zondig, dat die geestelijke wet dus niet te volbrengen is door iemand die vleeselijk is? Onmogelijk. En zo omschrijft Paulus hier in dit stukje wel. Hij zegt, ik ben iemand die verkocht is onder de zonde en die geestelijke wet kan ik nooit volbrengen door het vlees, omdat mijn vlees zondig is en de wet is geestelijk, gaat niet samen. En dat vlees moet sterven met Christus, om met hem op te staan in een nieuw leven door de geest. Om het geestelijke leven te kunnen leven. Om op te staan in een nieuw leven geleid door de geest en niet langer door het vlees. Nou, dat is het evangelie wat Paulus verkondigt. Dat is het evangelie van nieuw leven. En dat is niet door werken van het vlees, is niet door werken van de wet. Maar door de geest van Jezus Christus. Paulus schrijft in zijn brief dat een ieder die in het vlees is, de wil van God niet kan volbrengen. Dat een ieder die in het vlees en volgens de begeerte van het vlees leeft, wat die begeerte je ingeven te doen, dat dat een vijandschap tegen God is. Dat is het afval, het vuilnis. Kijk nou eens even hoe, als je die wil laten zien, hoe Paulus zichzelf omschrijft in dit gedeelte. En ik heb even de kernwoorden eruit gefilterd voor jullie. Paulus over zijn leven in het vlees onder de wet. Wat noemt hij op? Hij zegt, ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde, schrijft hij in dit gedeelte. Ik doe niet wat ik wil, maar wat ik haat, dat doe ik. Staat er 2 keer. De zonde woont in mij, staat er 2 keer. In mijn vlees woont niets goed. Ik verheug me in de wet van God, maar mijn verstand voert strijd tegen mijn zondige natuur. Ik ben een gevangene van de wet van de zonde. Ik roep uit, ellendig mens. Ik zit gevangen in het lichaam van deze dood. Ik dien met mijn verstand de wet van God. En ik dien met mijn vlees de wet van de zonde. En de vraag die hij hierbij stelt is, hoe kan ik hiervan verlost worden?
Hoe kan ik van dit leven verlost worden? En dan zegt hij, Godezijdank, dankzij Jezus Christus. Nu, dan is er geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus zijn. Die niet langer naar het vlees leven, maar naar de geest. Die niet langer onder de wet zijn van Mozes, maar zich onder Jezus Christus stellen en zijn leiding van zijn geest. Dat is vuilnis. En hiervoor gaf Jezus zijn leven. Om dit te behouden, tot nieuw leven te wekken. Om Gods doel te volbrengen. Dat kon de wet niet doen. En dat kan het vlees niet doen. Maar Jezus Christus, God kon het door zijn zoon te sturen in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. Die wet zou vervuld worden naar zoals God het werkelijk wilde en bedoelde. En alleen Jezus Christus kon dat. En door geloof zeg ik, sterf aan dat vlees. En ik ben in Jezus Christus. Om met hem op te staan in dat nieuwe leven. Dat is de kracht van God. Van ieder tot behoud. Zo behoudt het evangelie van Jezus Christus. Mensen gevangen in zonde. Nou, hoe is dat relevant voor ons? Twee redenen of twee vragen. De vraag die je kan stellen is, gaat Romeinen 7 hier over de strijd van een christen? Gaat het over iemand die tot bekering is gekomen, gestorven is met Christus, en vervolgens deze strijd en moeite heeft, van ik wil het wel doen, maar het lukt me niet. En wat ik niet wil, dat doe ik toch. Is dat de vrijheid van Jezus Christus? Is dat verlossing? En de andere vraag is, wat betekent dat voor ons ten opzichte van de wet of regels of geboden? Of we die nou christelijk noemen of de wet van Mozes. We zijn geneigd regeltjes, principes, richtlijnen, vaste kaders te willen hebben voor onszelf, die wij kunnen volgen, zodat wij zeker weten dat wij het goed doen. Die twee, dat maakt dit gedeelte voor ons ook hier vandaag relevant. Want er zijn mensen die zeggen, dit gaat over een christenleven. Dit is hoe een christen leeft. Heeft Paulus het hier over zijn nieuwe leven, door Christus gekocht en betaald, opgewekt in een nieuw leven, een verlossingsleven? Is dit een overwinningsleven van een christen? Is dat wat hij hier probeert te schrijven? Of heeft hij het over hier iemand die de wet van God kende, het gebod van God kende, daarmee ook zei, dit is goed, de wet van God is goed, maar niet in staat was die te volbrengen door die zonde in hem, door het vlees wat in hem regeerde. Want hij zegt, ik stem met mijn wil wel in dat dat goed is, maar ik kan het niet volbrengen. En de zonde woont in mij. Het is niet meer ik, maar de zonde in mij. Dat is wat hij hier schrijft. Bedoelt hij daarmee te zeggen, ja, dat is mijn strijd als christen. Ik denk dat er christenen zijn die het soms maar al te goed uitkomen om dat zo uit te leggen. Dat het een voortdurende strijd is, dat jij maar je best blijft doen, maar ja, dat haal je dan weer niet. En dan val je, maar dan bid je om vergeving en daar is dan genade en dan moet je heel dankbaar voor zijn. En uit dankbaarheid leef je weer goed voor Jezus Christus en doe je weer je best. Je komt geen stap vooruit, het helpt ook niet, je blijft vastzitten in je zonde. Er is geen nieuw leven in Jezus Christus, je wordt niet door de geest geleid, want dat is allemaal het vlees. Maar ja, je bent wel een christen. Alsof Jezus soort van zegt, ik geef mijn leven, dan mag jij vergeven worden, dan ken je de genade. En nu moet je proberen zo goed mogelijk te leven. Een soort nieuwe wet van Mozes, maar dan de richtlijnen van Jezus Christus. Nou, dat kennen we wel als het gaat over bidden. Bijbel lezen, stille tijd, noem het op. Een soort christelijke wetjes. Proclameren wat je dan moet doen. Ik denk er wel eens, je kan een papegaai leren proclameren. En je kan offeren zoals Kaïn het deed.
Niet gericht op God, maar op zichzelf. Je kan bidden zoals de Farizeeërs dat deden. Met een omvang en een veelvoud van woorden. In de hoop dat het dan aangenomen zou worden door God. Het steunen op zichzelf. Dat zijn dus een soort christelijke richtlijnen. Je kan dagelijks de Bijbel lezen. Zonder werkelijk tot erkenning te komen van de waarheid waar dit over spreekt. Het zit hem niet in het doen. In die activiteiten. In die dingen die jij vanuit je vlees kan presteren. Waar je de geest niet voor nodig hebt. Dat is niet het leven. Het gaat niet in een christenleven om te zeggen de wet is goed. Het gaat een christen om te zeggen, mijn geloof is gevestigd op Jezus Christus alleen. En Hij in mij en niet meer ik in mijzelf. Zodat zijn geest daardoorheen jou kan leiden. En dat je daarmee de wil van God volbrengt. Daar hoef je niet iets voor te doen, dat is je zijn. Dit stukje dat eindigt met ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood? Van de zonde. Ik kan mijzelf niet verlossen. Dat is de ontdekking die hij heeft gedaan. En juist dan komt dat evangelie om de hoek kijken van Jezus Christus. Daar is Jezus Christus voor gekomen en opgestaan. Bij de wet gaat het om jouw eigen prestaties, om zelf op te klimmen naar de hemel. Om zelf goede dingen te doen, om dichter bij God te komen. Dat jij zelf prestaties levert. Dat wat jij doet, dat maakt je goed genoeg. En zo proberen mensen te ontsnappen van dat oordeel van de verdoemenis. En dan wordt het loon, als je zo je best doet, als je zo bezig bent met het verdienen, dan wordt je loon niet toegerekend op grond van genade, maar op grond van verdiensten. Dat jij zo je best hebt gedaan. Dat is niet het evangelie van Paulus, van Jezus Christus. Paulus heeft dat namelijk geprobeerd en het mislukte. Jammerlijk. Het mislukte jammerlijk. Hoe meer hij het probeerde, hoe erger zijn mislukking werd. En je kan van goede wil zijn. Je kan goed je best doen. Je kan het goed bedoelen. En toch ontdek je, de zonde is machtig en sterk. Werkelijk christen zijn is niet dat soort dingen doen en verdienen. Het is het zijn. Het is het overgeven van jezelf aan dat evangelie wat je gehoord hebt. Dat het Jezus Christus is die dat volbracht heeft. Dat je sterft aan dat vlees juist, dat dat dood moet, dat je uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ja, Jezus Christus verlost mij van dit lichaam van de dood en van deze macht van de zonde. Niemand kon ontsnappen aan de verdoemenis, niemand kon die vloek opheffen, alleen Jezus Christus. Daarom zegt hij, is er geen verdoemenis meer voor hen die in Jezus Christus zijn, die niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Voeg die tekst nou samen. Lees hem door. Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn, die niet meer naar het vlees wandelen. Is dat dan de eis van God, van je mag niet meer naar het vlees wandelen? Nee, want het punt wat hij maakt daarmee is, mijn vlees is gekruisigd en gestorven met Christus, dat begraaf ik. En als dat nog eens een keer oppopt, wat volgens 1 Johannes kan, en dan breng je dat aan het licht en in overeenstemming met Gods woord en zijn geest. Dan sterf je verder aan jezelf, zodat je weer met hem op pad gaat. Geloof in deze brief in Romeinen staat steeds tegenover werken van de wet. Geloof tegenover de wet. Geloof vertrouwt op Christus en zijn volmaakte offer. Het werken van de wet vertrouwt op jezelf. Werken van de wet is roemen in jezelf. Geloof in Jezus Christus is het roemen in hem. Dit is waarom dit relevant is als eerste reden. De tweede reden wat mij betreft is dat sommige christenen vervolgens de wet van Mozes nog uitleggen als een soort richtlijn.
Als een manier waaraan je kan volgen om dan goed te leven, om de wil van God te leren kennen. Christenen aan wie de wet van Mozes elke zondag, soms meerdere keren per zondag, wordt voorgelezen. Alsof het doel van die wet is nog steeds een duidelijke richtlijn te krijgen van God. Terwijl het doel van Paulus dient om ons dood te krijgen. Om de zonde in ons aan het licht te brengen. Om ons te brengen bij Jezus Christus. Alsof die wet van Mozes Christus als leermeester en leidsman en voleindig kan vervangen. Alsof we die wet nodig hebben in plaats van Christus. Christus is in ons de vervulling van de wet. En daarom is het de geest die niet bezig is met goed genoeg te zijn. Want dan ben je in Christus. De geest is bezig te leven naar Gods wil. Omdat je geestelijk bent geworden. En dat groeit van binnenuit. Dat groeit omdat je geworteld en standvastig bent in Jezus Christus. En dan heb je die wet niet meer nodig. Want die wet gaat over alles wat je ook weer niet mag doen. Maar weet je waar de geest van Christus jou leidt en wijst? Is allereerst op Jezus Christus. En dan de liefde. Om hem lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. En het kan niet in en uit je vlees. Het is of de vlees of de geest. Het is of je vlees of de geest. En als het de geest is, dan brengt dat in ons die vrucht voort. Van liefde, blijdschap, vrede, dankbaarheid, goedheid. En daarmee is die wet niet meer tegen ons. Dat is het evangelie zoals Paulus dat uitlegt. En dat is wat christenen toch geneigd zijn te doen. Anders zou ik het hier vandaag niet over te hoeven te hebben. Om dan toch regels en geboden te maken als ik maar dit goed genoeg doe, of vaak genoeg doe, of veel genoeg doe, of genoeg doe. Dan. Controle. Angst. En ten diepste verwacht je het nog van jezelf. En dat is de vraag die gesteld moet blijven worden aan ons. Waar verwacht ik, waar verwacht jij het van? Waar verwacht ik het nou echt van? Ken ik die vreugde van het kennen van Jezus Christus zoals Paulus dat kende? Die zei, Gode zij dank, dankzij Jezus Christus is er geen veroordeling en wandel ik door de geest. Of zit er iets in jou die denkt, ja, maar wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Maar wat moet ik dan doen, Wilbert? Maar wat moet ik dan doen? Geef jezelf over. Hoor het evangelie. Zie wat Jezus Christus aan het kruis heeft gedaan. Is opgestaan uit de dood. En laat zijn geest je leiden. Dan is het niet meer presteren, maar is het leren. Dan is het niet meer de wet waarop je gericht bent om zelf aanvaardbaar te worden. Maar dan is het Jezus Christus waarop je gericht bent. Dan volg je Jezus. En dan is het niet om verdienen meer, maar dan gaat het over ontvangen. Niets van jezelf, maar je roemt in Jezus Christus. Het is wandelen. Het is niet rennen. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Niet jouw inspanning, maar wat hij gedaan heeft. Is dat dan passief? Is dat een soort zitten wachten? Nou ja. Nee, geloof is doen. Het was Abraham die door de werken van het geloof gerechtvaardigd werd. Toen hij zijn zoon Isaac offerde. En Rahab wandelde uit geloof en daarmee gaf zij een schuilplaats aan de verspieders. Dat waren daden van het geloof. Maar dat geloof was niet gericht op hoe word ik goed genoeg. Maar wat Abraham zag is, God is betrouwbaar en hij is de God van leven. Dus hier is mijn leven, ik geef alles aan hem over. Want bij hem ben ik veilig en hij brengt mij thuis. Dus hier ben ik, Heere God. Ik hoef het niet meer zelf te doen, ik hoef niet meer mezelf in stand te houden. U doet dat. U geeft mij het leven. Ik ben ellendig. Maar het is door Jezus Christus, waardoor er gerechtigheid is. Dankzij God, dankzij Jezus is er redding. En dat is het geluk, de goede boodschap van het evangelie. De kracht van God tot behoud, waarover Paulus predikt. Niemand van ons hoeft het langer te verwachten van zijn of haar eigen inspanning. Maar de inspanning van Jezus Christus. Richt je blik op hem. Zullen we samen bidden?
Heer Jezus, ik dank u voor het goede nieuws. Heer Jezus, dank u dat uw woorden klinken, galmen door de eeuwen heen. Voor een ieder die wil horen. Ik wil je redden. Ik wil je behouden van jouw zondige natuur. En ik kan je behouden als jij afscheid neemt van dat oude vlees en van je eigen inspanning. En je durft mijn evangelie te aanvaarden en te ontvangen. Dat het enkel genade is en dat je in mij je vertrouwen stelt. Heer Jezus, ik bid, Heere, dat we dat mogen zien, voelen, doorleven. Dat als we hier zitten, dat we de vreugde kennen van wat dat betekent. Dat wat wij nooit hadden kunnen doen en wat de wet nooit had kunnen doen. Dat u die wet gegeven heeft om ons juist te brengen tot die overgave aan u. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons gestorven bent en bent opgestaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent heen gegaan aan de Vader om uw geest te geven. Zodat wij herbruikbaar zouden zijn voor uw Vader. En dat we deel uit mogen maken van uw familie, uw huisgezin. Amen. Voordat ik de zegen ga meegeven, dat gaan we staan doen, gaan we lied zingen. Zijn er nog één of twee vragen? Ik doe dat stiekem, hè? Ik heb niet overlegd met Jan. Ik hou daar wel van, om even... En waar zou je dan praktisch mee worstelen? Ja, ik vind het fijn dat je een vraag stelt. De vraag is een beetje, waar gaat die verontrusting dan precies over? Want je kan een verontrusting hebben van, oh, dit ken ik niet, maar hier wil ik meer van weten. Nou, dat is een andere verontrusting dat je denkt, oh, en nu? Want dan schiet je maar weer zo natuurlijk in, wat moet ik doen? Alleen die andere is, als die verontrusting is van, ja, ik wil hier meer van weten, ik wil hier meer van kennen, ik zou zeggen, lees Romeinen. Ga het gewoon helemaal doorlezen. En dan proef je wat Paulus daarover schrijft en hoe je langzaam maar zeker Jezus Christus daar steeds meer in leert kennen. En dat moet je met aandacht en zorgvuldigheid doen om te snappen, oh, maar is dit wat hij bedoelt? Dus het gaat niet over het lezen zelf, maar het gaat over dat vatten van het evangelie. En daar zou ik dan beginnen. Is daar nog meer over te zeggen? Over wat als je daar nu verontrust over bent? Ik denk ook, ga eens naar, hoe zit het met bepaalde angsten? Is het een soort zelfbehoudcontrole, waarin jij nog zelf je leven probeert vast te houden? Omdat je denkt ook dat het van jou afhangt. En dat als dat in je hart aanwezig is, zou ik zeggen, beleid dat ook. Praat er met iemand over. En waarom is dat beleiden dan belangrijk? Zodat je samen dat voor God kan brengen. En dat je in een stuk overgave komt van, mag ik u beter leren kennen in plaats van meer bezig zijn met mezelf, wat ik moet doen. Is dat concreet genoeg ook, of niet? Oké, okay. Iemand anders daar een ander antwoord op, of niet? Ja. We hebben het hart van een herder in ons midden, hè? Proeven we dat? Heeft iemand anders daar nog een antwoord op deze vraag? 3, 2, 1. Ja, jij had nog een vraag, volgens mij. Mooie vraag. Wat zou een drijfveer kunnen zijn om niet meer vast te houden aan het leven via de wet? Of van de wet of verwachtend op jezelf?
maar om je over te geven aan de Heer Jezus? Dat is de vraag. Ja, in het geval van Romeinen 7 was dat een hele duidelijke. Weten we die? Wat was de drijfveer van Paulus? En waar maak je dat uit op, dat hij moe was en onrustig was? Ja? Oké, nou, dat is een motivatie dat je er klaar mee bent. Dat heen en weer het gedoe en uitputting. Ik kan er wel bij aansluiten, denk ik. Van, als Jezus dan de scharen ziet die voortgejaagd en afgemat is als schapen zonder herder. De wet is natuurlijk geen herder. Dat is geen persoon, die kan je niet volgen. Dat is gewoon, zo moet je het doen en dat staat vast. Dus je zou kunnen zeggen dat vermoeid, voortgejaagd, afgemat zijn een motivatie is om te zeggen, ik ben zo op hiervan. In het geval van Paulus zegt hij, ik ellendig mens. Hij is echt, hij kijkt naar zichzelf en denkt, nou, hier zit echt geen leven meer in. Wat een dorre, dode boel. Op, zou je kunnen zeggen. Nou, dat wordt een motivatie, omdat je dan moet gaan afvragen, ja, als dit het is, is er dan nog hoop? Is er nog iets wat dit gaat niet meer worden? Hier kan ik, dit is dood, dit... En dan zegt hij, ja, want dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is waarvoor Jezus gekomen is. En dat kan een motivatie zijn om dat te doen. Ik denk in dit geval is het soms ook, het voelt als een sprong in het diepe. Zoals jij het omschreef, hè? Van een soort van het onbekende. Dat is het, want je moet de reis gaan maken om te weten hoe de reis eruit ziet, zeg maar. Dus het is een soort onbekend. En toch hoeft het niet helemaal onbekend te zijn. Want het is niet een sprong in het onbekende, het is het gewoon... Je blik gaan richten op, ik wil Jezus kennen. Ik wil gewoon weten wie hij is. Wie is hij? Wat zei hij? Wat onderwijst hij? Wat zei hij over zichzelf? Hoe is hij door de schriften heen de vervulling van de belofte en van de wet en de profeten? Wie is Jezus Christus? En hoe is hij heen gegaan om plaats te maken en dat we op een dag hem zullen zien en iedereen zal knielen voor Jezus Christus? Nou, dat besef, we hebben hier met Jezus te maken, dat is niet een sprong in het onbekende, dat is naar Jezus gaan. En dat naar Jezus gaan is best een stukje, het is natuurlijk het kennen van hem. En zoals ik Jezus ken, ik heb Jezus niet een hand gegeven in lijfelijke... Dus op die manier ken ik Jezus niet. En toch proef ik Jezus heel duidelijk in Gods woord. Wie hij is, waar hij is, wat zijn boodschap ook is. En daarmee leer ik Jezus kennen tot de dag dat ik hem echt van aangezicht zal zien. Dus het hoeft niet helemaal een sprong in het onbekende te zijn. Maar ja, wel een beetje. Het blijft een stap in geloof. Dat is waar.